Kijkers, dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Nationale Veiligheidscommissie geïnstalleerd, regering komt met meer voorlichting naar de samenleving toe, inspecteur Deekman verduidelijkt kwestie rond dispensatieaanvragen en bemoedigende woorden voor Moederdag. President Chandrika Prasad Santokhi heeft gemeend om naast de Veiligheidsraad die bestaat een Nationale Veiligheidscommissie te installeren. De commissie is geïnstalleerd op vrijdag 7 mei 2021 op het kabinet van de president. Het staatshoofd is voorzitter van de commissie en vicepresident Ronnie Brunswijk ondervoorzitter. Het staatshoofd van de Republiek Suriname is constitutioneel primair verantwoordelijk voor de bescherming van de soevereiniteit en de binnenlandse veiligheid van de Republiek Suriname. De president heeft de daarnet geïnstalleerde Nationale Veiligheidscommissie. Een commissie die eigenlijk bedoeld is zodat de president regelmatig op de hoogte gesteld kan worden van de veiligheidssituatie in het land. Voor de duidelijkheid, volgens de grondwet bestaat er een veiligheidsraad. Maar die komt alleen bijeen nadat een oorlogssituatie is ontstaan of een andere bijzondere calamiteit. Dus in plaats daarvan heeft de president besloten om naast de Veiligheidsraad die er is en die zal blijven bestaan en waaraan hij leiding geeft, ook een Nationale Veiligheidscommissie te hebben. Daarin zitten vertegenwoordigers van de regering, een aantal ministers, de minister van Financiën, de minister van Defensie, de minister van Justitie, Politie en de minister van Buitenlandse Zaken. En het wordt geleid door de president met als de vicepresident, als vicevoorzitter. Ik ben zelf plaatsvervangend voorzitter, plaatsvervangend ondervoorzitter. Daarna zitten dan de legale leiding, de chef van de bevelhebber, maar ook de korpschef en andere autoriteiten, directeuren van departementen. Het is een functionele commissie die als eerste de opdracht heeft om een inventarisatie te maken van de veiligheidssituatie in het land. En daarvan de president binnen 2 weken op de hoogte te stellen. Dus wij zullen heel hard van slag gaan. En de president heeft de gelegenheid om de commissie, wanneer hij dat nodig acht, ook bijeen te roepen. De samenleving heeft recht op informatie vanuit de overheid. In dat kader wordt de voorlichtingsstroom naar de gemeenschap verder opgevoerd. Op zaterdag 8 mei zal er een Zoom-persconferentie gehouden worden, waarbij onder meer wordt ingegaan op actuele vraagstukken. Fungerend directeur van de Communicatiedienst Suriname, Alvin Roosveld, gaat nader in op de persmomenten van de regering. Vanaf de komst van deze regering hebben wij gezegd dat we de informatievoorziening niet langer willen centraliseren, maar willen decentraliseren, dus terugbrengen naar de ministeries. En dat de centrale vergaarbak van de overheid, om het maar zo te noemen qua informatie, dat is CDS, ook wel meer de functie van doorgeefluik zal hebben wanneer het gaat om specifieke ministeries. CDS is in dat kader bezig met een inhoudelijke transitie van nieuwsvergaring naar informatiedienst. Maar tegelijkertijd moet de informatievoorziening naar de samenleving doorgaan, ook de nieuwsvoorziening. Daarbij heeft de president gemeend om op een aantal fronten zelf het volk toe te spreken. Er is dus een reguliere persconferentie, die is er onderdeel van en die wordt elke zaterdag afgenomen. Dat is zaterdag van 8 tot 9 pm. Eén keer doet de president dat en de volgende week of de week daarop is dat bij de woordvoerder. Dat is een functie die ik op dit moment vervul. Dus dat wil zeggen dat de president 2 keer in de week zelf zijn persconferenties doet en 2 keer in de week door de woordvoering het volk te woord wordt gestaan. Dat is onderdeel van een reeks met nieuwe programma's die vanuit de communicatiedienst worden geïnitieerd om ervoor te zorgen dat de boodschap vanuit het kabinet, maar ook gewoon vanuit de hele regering steeds dichter bij het volk komt. De afgelopen zaterdag zijn we gestart, waarbij de president de spits heeft afgebeten.
en de eerste heeft gedaan. En de tweede komt dus zaterdag aanstaande om 8 uur. Het is te volgen op in principe alle overheids- of overheidsgeleerde kanalen. Dat is dus op de STVS op de 8.1, via GovTV de 8.3, Radio Boskopo en Radio SRS. En ik dacht ook ATV. We bouwen de mogelijkheid in om, terwijl de persconferentie is, dat wordt ook live verslagen, terwijl de persconferentie is, kan men via de geëigende kanalen of via de app of via Facebook hun vraag doorsturen. En we zorgen er ook gewoon voor dat we a priori, dus voor de uitzending, de straat optrekken en burgers in de gelegenheid stellen om hun directe vragen te stellen. Dat wordt deze week voor het eerst toegepast. U zult dus bij de uitzending van zaterdag ook burgervragen die vooraf zijn opgenomen zien. En het antwoord wordt dan in de persconferentie direct gegeven. U noemde een tijdsbestek van 8 tot 9. Is dat genoeg om die informatie te geven? Bij lange niet, maar het is wel een start om ervoor te zorgen dat die informatie, de directe vragen waarmee men kan worden gegeven. En voor de rest hebben we nog een aantal andere programma's die de reguliere berichtgeving gaan kofferen. Maar waar je reguliere berichtgeving tekort schiet of waar er extra uitleg nodig is, daarvoor zien deze persmomenten op de zaterdag van 8 tot 9 ruimschoots in. De persconferenties die belegd worden, vervullen sowieso een belangrijke rol. En de behoefte is er ook. Maar je hebt natuurlijk ook onze Brada's en Sisa's in het binnenland. En u begrijpt, de Nederlandse taal, daar is men niet altijd machtig in die gebieden. Misschien moet ik dan deze vraag ook in het Sranatongo stellen. Va regering ei luka pistori dati? We horen rekening tak udin wang piskondre sang ap morolik wang tongo sasma etaki. En fu biging nang asan dat sang u eduna komunikasi ni Sranang. We zorgen dat we op een programma zouden hebben op radio, dat Boskopo SRS ook toe, en op televisie. Pe we chara Boskopo kon in alvast u start naar vijf tongo, vijf differenti tongo, boit a sarana tongo, dus ik kan tak in sixi tongo, boit a orans tongo we charen kon, a wetman tongo. Dus dat na a start sa umeki, fu zorgen tak den differenti smasadina kon, er is aan no everstaan sarana tongo, nog ik kan tak a Hollands taal, we charen go met de bevolkingsgroep dat en nonude, we hebben in Okansi, we hebben in Saramaka, we hebben in Hindi, nanga we hebben in Sneesi, nanga etewang in Heemse taal. Dus dat na de vijfie nanga zou we start en voet drapen uit, we charen go, ude welkuden tra tongosande ook toe, want de ingi brada nanga safu, op de inheemse lek van elkaar ding, op moralek van dialect, dus we lukken volk aan charen tap den dialect dat die, en we lukken ook to Portugisi, want usaptak tra bevolkingsgroep dina kondre ook to, samus kisa boskop of granlanti ook to, dus we lukken volk aan charen boskop ook met alles, maar we begin, nanga de fifi tongo dat, omdat we allemaal usaptak amoni kandeno de tungsina anu, fudu alasan, maar we begin nanga de fifi, en we breuite, en we hoop tak tussen nou nanga drimon, u kan dek moro dialect. Lek edemang voor CDS, Yusref de tevreden nanga afas van informatievoorziening en wakano. Regeringsdong wan negi mongba, zeg maar. Yusref kan taki van nou mide tevreden. Adisa de tevreden, na deze volgens mij langai ontslagpapira. Want in our kosoude, na our kosang eigenlijk continu, jap. Tra inzichten continu op een veranderde maatschappij ook toe, en continu op een veranderde werkomstandigheden. Dus als je nou een zand voelt, je met een start je zet uit, en je voelt hoe zo zet uit, zo bij een bereik in de eerste sixiemong, hoe zet je uit en hoe bereiking, al lid fasie. Dus we zet uit voor de tweede portie voor sixiemong, en hoe dan ook bapisi, en ik denk dat ik go aladi, ik go chimorobong. En dadelijk ook bij een tweede termijn voor 60 mond, dat we zetten uit die 60 mond bakken voor we go. Dus dat plan de in alle de 4 jaar is, maar ook kapkapping in deel voor 60 mond. En dan gaan we nog de ontevreden, maar op het moment dat we dat niet tevreden, dan gaan we niet meer op. Want dat is een moment dat voorschrijdend in zich, en dat je steeds dichterbij en kan de, en met je kinkie prakserie. Zoals voor iets aan informatievoorziening kon, zo crossbij, lijkt aan de van oude, na amoro bigi deel voor Sranang. En tot besluit, dat wordt ook zo Nederlands bakken. Vooruitlopend op de persconferentie van morgen, zaterdag, mogen we al weten welke topics aan de orde komen.
In principe gaan we een week review. De persconferenties hebben als basis een week review. En als we kijken naar de belangrijkste dingen die deze week met zich hebben gebracht, dan mag je ervan uitgaan dat we sowieso gaan praten over de kwestie IMF. We gaan sowieso praten over het feit dat we deze zaterdag vrije toegang hebben, maar toch wel zondag in de lockdown gedompeld zijn. Waarom? Ik neem aan dat er vragen daaruit zullen komen. En ik denk, wat zal er in de nasleep? Wat ligt er in het kielzog van IMF? Dus dat zullen, denk ik, de twee zwaarste zaken zijn die er op het moment zullen zijn bij deze persconferentie. De telefoonnummers waarop gebeld kan worden voor dispensatie tijdens de lockdownuren zijn een uur voor het ingaan van deze tijdsbeperking beschikbaar. Binnen de samenleving bestaat een andere opvatting omtrent het bellen naar deze nummers. Inspecteur Rachel Deekman van het COVID-19 coördinatieteam binnen de Korpspolitie Suriname gaat als volgt hierop in. Het is misschien goed, meneer Broers, dat ik u eerst aangeef wat de nummers zijn. De nummers zijn 8-15-15-57, 8-41-35-35. Deze nummers zijn altijd tijdens lockdown actief. En een uur voordat het lockdown uur ingaat, zijn ze al actief. Zoals we bijvoorbeeld op zaterdag al om 5 uur lockdown hebben. Dat wil zeggen dat vanaf 4 uur de mobiele nummers actief zijn. De mobiele nummers zijn kosteloos te bereiken. En het doel waarom deze nummers in het leven zijn geroepen, is om mensen, burgers, in de gelegenheid te stellen dispensatie te vragen, toestemming te vragen om zich op de weg te begeven als er een spoedgeval zich voordoet bij hun. Stel nou dat iemand thuis is of een familie thuis is en iemand krijgt een ongeluk. Ja. Dan kan er altijd op deze nummers gebeld worden. En dat zal dus die toestemming aan deze vrager, deze toestemmingvrager, worden verleend. Is er misschien een reden waarom deze nummers pas een uur voor ingang van de lockdown beschikbaar zijn? Het heeft te maken met een stukje flexibiliteit en we willen die samenleving tegemoetkomen. Als we het een uur voor lockdown actief hebben, u moet zich voorstellen, als lockdown om 5 uur ingaat, op zaterdag, en rond 4:15 is er een ongeluk, dan begint u zich te begeven, toch, op de weg. Rond 5:30 bent u kennelijk nog op SIH, bij wijze van spreken. En u zal sowieso terug moeten. Het is misschien goed om via u de samenleving te vragen om deze nummers echt alleen te gebruiken voor spoedgevallen. Want we hebben in de afgelopen lockdownperiodes wel gevallen gehad waarbij mensen bellen en vragen om medische informatie. Nee, dat is niet het doel van deze nummers. Het doel van deze nummers is echt voor de handhaving. Het is echt bedoeld om mensen in de gelegenheid te stellen om alsnog toestemming te krijgen als een spoedsituatie zich voordoet gedurende de lockdowntijd. De meest recente maatregelen die zijn gisteren bekendgemaakt. Natuurlijk staat Moederdag voor de deur. Moederdag is veel commerciële activiteiten. Wat voor boodschap heeft u naar ondernemers die eigenlijk al hun afspraken hebben gemaakt en die niet kunnen afzeggen, maar dan misschien dispensatie nodig gaan hebben? Wat voor boodschap heeft u aan deze mensen? Ik wil even stilstaan bij het besluit welke door de beleidsmakers is genomen. Het Korpspolitie Suriname en zeker het COVID-19 coördinatieteam is belast met de handhaving
En in het kader van de genoemde maatregelen zullen wij als handhavingsorganisatie onze handhaving moeten afstemmen op het besluit welke door de beleidsmakers is genomen. En natuurlijk, zoals u zegt, ondernemers hebben gepland, kleine ondernemers, grote ondernemers. En plannen is organiseren en bij een plan, bij het maken van plannen is er altijd een plan B. Mogelijk dat hun plan gereset kan worden. Mogelijk dat mensen heel inventief en creatief kunnen zijn met het maken van of het resetten van hun plannen. Maar aan de andere kant is er altijd mogelijkheid om dispensatie te ontvangen, maar die dispensatie moet aangevraagd worden. Nog een keer, ik wil niet stressen wanneer ik zeg die dispensatie moet aangevraagd worden. Daar heb ik het niet over het aanvragen van spoeddispensatie. We hebben al een hele tijd met COVID-19 te maken, dus zoals ik het kan inschatten, zijn heel wat ondernemers, grote en kleine ondernemers, al opgenomen in het, digitaal dispensatiebestand. Dus het is misschien goed om vanuit deze plaats de ondernemers te adviseren dat zij ervoor zorgen dat ze in het bezit komen van de toestemming zoals de beleidsmakers dat mogelijk maken. Omdat ook de beleidsmakers de mening toe zijn gedaan dat de economische activiteiten voortgang of zoveel mogelijk voortgang, zoveel als mogelijk is, voortgang hebben. Dus het is gewoon ruim van tevoren de dispensatie aanvragen. De ontwikkeling rondom COVID kunnen we niet voorspellen. Dus het is goed om je zaken gewoon goed voor te bereiden als ondernemer. Dan kom je minder snel voor verrassingen. Dat is het idee wat ik dus vanuit deze positie met de ondernemers wil delen. Op zondag 9 mei wordt Moederdag herdacht. Vanwege de COVID-19-beperkingen moet dat deze keer helaas op een aangepaste wijze. Moeders hebben altijd een belangrijke rol vervuld binnen de samenleving. De rol van de moeder concentreert zich niet alleen thuis, maar is ruimer dan dat. Wij van Focus spraken in dit kader enkele medewerkers van CDS. Hoi alle moeders, ik wil u hierbij een fijne moederdag toewensen, een gezegende dag. U bent een heel belangrijke schakel in de opvoeding van uw kinderen. Ondanks alle tegenslagen en struggles bent u altijd daar voor uw kinderen. Vandaar dat ik u een hele fijne dag wil toewensen, maakt u er het beste van. Inshallah ma, om boem mama de. Zondag is een bijzondere dag, het is moederdag. En ik ben al verwend geworden door het kabinet. Van de president, met name het instituut van de First Lady. En ik wil ze heel hartelijk bedanken voor hun gesten, een mooi roosje en een cadeautje. Aan alle moeders wens ik een fijne moederdag toe. Ik wens aan alle moeders en aan mijn moeder een prettige moederdag. Moederdag is een speciale dag voor alle moeders. Dus van hieruit wil ik dat alle moeders een prettige moederdag toewensen. Zo lobby. Ik wil jullie allemaal feliciteren met de moeders, met onze moederdag. Omdat zonder de fundering die ze gelegd hebben, zouden wij niet hier zijn. Happy moederdag. Van deze plaats uit wens ik aan alle moeders een fijne moederdag. Bless you. Take your big up. En ik heb ook een boodschap voor degenen die nog een moeder hebben. Waardeer je moeder, want je weet pas wat je moeder voor je betekent wanneer je geen moeder meer hebt. Dus aan degene die nog een moeder hebben of een vrouw, een vriendin, geef ze die granny, geef ze die waardering. Geef ze niet alleen die dag op deze zondag tijdens moederdag die waardering, maar zie elke dag als een moederdag. Moederdag is een dag waar bij alle moeders een speciale
een speciaal gevoel mogen hebben van waardering van hun kinderen. Als het nou een kweekje is of als het een kind van de buurt is. Fijne moederdag, alle mama's, dik ade, yes. Ook van mijn kant een fijne moederdag. Happy Mother's Day from me to all of you. Moeders zijn speciaal. Moeders zijn onmisbaar in onze wereld. Zonder moeders hadden wij geen pret. Een fijne moederdag voor jullie allen. Op deze speciale dag een prettige moederdag met hun gezin. Mama, srefi broemtje, no mooi lek jo. Love you. Lieve mama's, ik wens jullie allemaal een gezegende moederdag toe. Jullie zijn onze pluspool en beste vrienden. Dankjewel mama, en keep up the good work. Voor mij is het elke dag moederdag, maar aangezien er een speciale dag gememoreerd is om deze dag te herdenken, dat doen we mee met de mode. En voor letterlijk en figuurlijk alle moeders die zich ware moeders hebben betoond, dan heb ik dit stukje van een lied. Ik weet niet of het mooi is of niet, maar het gaat zo. Zo men jari, ik na puba kawi, je make me feel breiti. Mama giyu mi wan singi, kayu musabi sondro yu. Minobok na puja, minosab sambobsa. Sondro mi ma. Namens de communicatiedienst wens ik alle moeders een fijne moederdag. Alle moeders een fijne moederdag toegewenst. Wij zijn aan het eind gekomen van Focus. Wij van de Communicatiedienst Suriname wensen alle moeders een gezegende moederdag toe. Vergeet u niet te alle tijden de COVID-19 maatregelen in acht te nemen. Goedenavond.